Hoe ziet een vegan eruit? Die mensen zijn wel allemaal heel gelukkig. Ja. Je moet je haar laten groeien. Duidelijk. Welkom bij de vlog. Ik heb deze week geprobeerd om vegan te zijn. Geprobeerd? Je bent deze week vegan geweest. Ik ben deze week vegan geweest. Dat applaus! Klappen voor onszelf. Dus ik ben de hele week vegan geweest. Als jullie meer van dit soort dingen willen zien, abonneer je rechts onderaan. Dacht ik, gooi het er tussen. En als je het een leuk filmpje vond, een duimpje mag altijd. Dat is gelijk op Facebook, gewoon een duimpje geven. Dat is niet zo moeilijk. Like die subscribe. Like en subscribe. Like en subscribe. Dat is moeilijk. Like en subscribe. Kan het niet. Het is wel moeilijk voor mij. De gedachte daaraan was moeilijk voor mij, omdat ik heel veel vlees eet. Ik eet heel graag. Niet per se heel veel vlees, je eet heel graag vlees. Ja, wat is zeg je dat niet? Maar ik heel veel vlees. Ik eet heel veel vlees omdat ik heel graag vlees eet. Mijn laatste avondmaal. Maar? Ik wou toch een keer wat zelfbewuster zijn over wat ik allemaal eet. Dat is mooi. En ik dacht, ik kan ook helpen om mijn voetafdruk te, hoe noemt dat? Heeft een kleine? Ja, maar mijn voetafdruk te verkleinen, maar heeft dat niet zo'n naam, dat soort. Maar ik ben echt vegan geweest, hè? Dus niks. Geen eieren, niks. Geen melk. Dat was sowieso, melk is sowieso een heftig. Ook niet van vrije uitloop. Eieren, melk. Melk van vrije uitloop. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ook wijn kan vegan zijn. Er zitten blijkbaar dingen in wijn die niet vegan zijn. Ik heb niet verder opgezocht. Misschien moet hij dat wel een keer doen. Veel mensen zeggen ook, amai, dat kost veel geld als je vegan wilt zijn. Maar ik denk dat de grootste kost gewoon een initiële aankoop is. En eens dat je zo die essentiële in huis hebt, zo je melkvervangers en je... Er zijn ook veel kruiden dat erin kruipen. Ik denk dat vegan zijn helemaal niet zo duur is. Nee, eens dat je een basis hebt. Eens dat je een basis hebt, gelijk zo die nutritional yeast en amandelmeel en... Wat hebben we allemaal nodig? Wat? Tahin en edelhuisvlokken en amandelmeel en... Ik ga dat toch wel een keer moeten googlen, al die dingen, hè. Edelgistvlokken. Het ziet eruit als bloem. Ah nee, dat ziet eruit als papier. En je confetti, zei je? Ja. Toch feestelijk. Chia zaad. Dat is zwart. Dat is goed. Daar hadden we een vegan ei mee maken. Een vegan ei. Vegan ei. Hoor. Een vegan ei bestaat uit chiazaad en water. Ik snap wel dat mensen zeggen dat veganisme heel duur is. Veganisme? Ja. We moeten dat allemaal niet kopen, want we hebben dat in huis. Hè. Ah, oké. Okay. Ik gebruik dat vaak. Daarom dat de kast zo vol zit altijd. Daarom dat de kast zo vol zit. En trouwens, vlees is heel duur. Hè. Maar vleesvervangers zijn ook duur. Dus eigenlijk het soort vegan, als je geen vervangproducten koopt. Dus dat je het doet met linzen en met bonen en als je proteïne haalt uit linzen en bonen en zo. Ja, ja, niet uit tofu en Merguez vegan worstjes. Ik heb Merguez vegan worstjes gegeten. Waarmee ik het zeg. Mijn laatste gerecht van 2020 is mijn laatste gerecht als vegan is ragout met bekante worstjes en zo. Ik heb wel maar 2 keer fake vlees gegeten. Ja. Toch? Ik heb 1 keer fake hamburger gegeten en 1 keer fake Merguez worstjes. De fake hamburgers waren lekker. Het leek heel hard op gewone hamburger, maar zo van een kraam. Ik weet niet of je dat weet, in Gent station was er vroeger zo'n hamburgerkraam als je buiten kwam. En dat, dat smaakte naar die hamburgers. Ja, ik weet niet. Wie waren dat geen hamburgers? Ja, misschien waren dat gewoon vegan dingen. Ja, veganschijven. Ja. Weet je dat bami-schijf in het frituur ook vegan is? Ja, afhankelijk van welk vet het gebakken is, uiteraard.
Oreo's zijn ook vegan, dat heb ik van de week voor de eerste keer gegeten. Het ruikt. Voor alle duidelijkheid, Britten heeft nog nooit een Oreo gegeten. Nee. Oreo of Oreo? Oreo. Dat vind ik wel dapper dat je dat durft zeggen, ook al heb je dat nog nooit gegeten. Nee. Het ruikt naar die Prins ontbijtkoekjes. Ga je dat gewoon ontbijten? Ga je dat niet ontleden? Wat? Nee? Ik denk dat je een prinskoek eet. Hoe heet je een prinskoek? Gewoon door het erin te bijten? Echt? Dat is niet waar. Een prinskoek doe ik zo. Ah ja, dat dan... zal wel zijn. Maar hier ga ik gewoon een bijten. Echt? Zo crimineel. Hij gaat een tweede anders eten. Nee. Lekker. Ja, wat dacht je nu? Dat vegan was dat dan aan de schenkproeven of zo? Nee, omdat het zwart zag. Ik zag er niet op tegen dat het vegan was, ik zag er op tegen omdat het zwart was. En ik vind zwart geen smakelijke kleur. Groen ook niet, ik zou ook geen groene koeken eten. Weet je nog wat dat uw lievelingsgerecht was van de afgelopen week? Ja. Wat was het? Het was een figuurtje. Het was een figuurtje. Het was vegan mug cake. Chocolate mug cake. Vegan chocolate mug cake. Ja, want normaal gezien kunnen niet geen gewone taart eten met ijs en weet ik veel. Ja, aan een bakker had een taartje gevraagd. Ja, dat ze daar wel zo'n lachen moest je vragen, is vegan. Ja, dus. Dus een vegan mug cake is een soort van taart in een kopje. En dat steekt dan een minuut in de microgolf en dat is klaar. Dat is heel laagdrempelig ook. Ja, je moet gewoon wat bloemen en wat dingen, wat chocoladingen, cacao dingen mengen en wat dingen. Vegan mug cake. Dat is mijn ding. Ja. Zeker mijn ding. Super lekker. Heel lekker. Vegan zijn was makkelijker dan ik dacht. Dus eigenlijk zijn er helemaal niet zo hard buiten je comfortzone gestapt met deze opdracht. Nee, maar het is wel eigenlijk wel, omdat de aanzet was moeilijker dan ik dacht. Ja. Dat is wel echt een stap. Ik dacht echt dat ik er veel meer moeite mee ging hebben. Je hebt meer moeite aan het metabolisme eten en de cola drinken. Maar tuurlijk. Misschien moeten we nog een zonne-challenge doen. Ja, misschien heeft onze buurman een challenge. Ja. Oh ja. Koen, als je een challenge weet, laat ons maar weten. Wij zijn er klaar voor. Het mag van alles zijn. Misschien heb je zelf al ideeën. Je weet dat hij snel buiten zijn comfortzone is. Hè? Dat hij tegen niet veel kan. Dat hij snel de hek krijgt. Ik heb geen ideeën in zijn hoofd. Ik vond het zeer fijn om een week vegan te zijn. Het zou meer, het zou moeilijker zijn voor mij om een maand vegan te zijn, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet af en toe nog vegan gerechten ga maken. In de gewone dingen. Dat heeft wel iets erotisch, hè? Ja. Zo close-ups van fruit snijden. Oké. Dus, twee pillen. Voor de mensen daarbuiten die denken van, oei, wat moet ik nu, zou ik dat wel doen, vegan zijn of niet? Het is geen grote levensstijlverandering. Het is ook niet gewoon, ik ga een stuk vlees van mijn bord weghalen en ik eet enkel nog patat en groenten. Dat is waar. Het is veel exotischer en veel uitgebreider dan dat je ooit in je hoofd zou kunnen hebben. Je kunt zoveel dingen eten, ik raad het aan heel veel mensen aan. Niet aan iedereen? Ik denk niet dat iedereen dat kan. Wie zou het niet kunnen? Alyssa. Ik ga het echt aan iedereen aan. Buiten Alyssa. Je eet ook, je hebt veel uitgebreider gegeten. En je hebt zo, normaal is het vlees, patatten, groenten. Ja, ik ben een vrij basis gewone mens. Ja, het aantal ingrediënten waarmee je gewerkt hebt is vervijfvoudigd, denk ik. Ja, maar het zijn veel kruiden. Ik vind ook dat mensen die vegan zijn, heel inventief zijn met hoe ze dingen moeten vervangen, like eieren en kaas. En... Trouwens, vegan kaas stinkt like de pest. Schatje, vertel een keer. Hoe ruikt de kaas? De kaas ruikt alsof dat je het niet moet opeten. Is dat een goede omschrijving van hoe dat de kaas ruikt? De kaas ruikt alsof dat je de laag er moet afhalen, in de vuilbak gooien en dan je gerecht moet opeten. Zo ruikt de kaas. Maar ik ben geen kaasfan. Het is veel makkelijker dan dat je zou denken. Het is veel exotischer dan dat je zou denken. En het is belachelijk lekker ook.
Ik weet niet meer welke ik moet vergelijken. Het is lekker. Nee, het proeft helemaal niet naar bloem. Het proeft naar de kruin, dat is het. Lekker. Maar ik vind het wel oké. Okay. Het is voornamelijk zoete aardappel met een hint van noot. Het is wel lekker. Ik proef niet per se naar champignons. Die kruin doen veel, maar die kruin is ook een beetje verbrand. Dus dat maakt het niet echt top, maar het is niet slecht. Maar, hoe noemt dat? 4 graden. Nee. 1 august. Ja. Ja? Ja. En proef het zo cheesy? Nee. Okay. Proef dat niet. De binnenkant is lekker. Jullie vinden het lekker? Het is lekker. Is het lekker? Ja. Dat was mijn takeaway van deze week, vegan te zijn. Einde van de vlog! Einde van de vlog. Ik ging zeggen, weet je wat hij van de week gaat doen? Nee. Nee. Help me. Nee. Spannend. Toch? Ja. Kom maar aan, brainstormen. Gooi het maar in de groep als je een idee hebt voor onze volgende vlog. Groetjes! Bye! Dag, chef.